Vlogmas Day 15, guys. Vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. En er is gisteren wat gebeurd. Toen ik me wilde slapen, is mijn oplader dus weer gebroken. En dat betekent dat ik zo meteen naar de Albert Heijn moet om een nieuwe te halen. Want ik kan niet zonder een oplader. Gelukkig kon ik de oplader van mijn zusje lenen, dus dat is wel mooi. Wat ik vandaag ga doen is, ik ga zo meteen naar stage. En vandaag heb ik weer een stage dag tot 5 uur. Dus doorbikkelen. Ik voel me niet echt 100%, dus ik heb ook wel echt wel zin om weer te gaan, maar ook weer niet. Omdat ik gewoon echt in mijn bed wil blijven liggen. Nog me echt moe voel. Ik heb gewoon echt een helse nacht gehad. Ik heb echt like 5 uur geslapen of zo. Dus dat. Ik ga er zo vandoor. Ik ga even drinken pakken. Met mijn tanden poetsen snel en dan zie ik het. I'm met with my family! Mijn nichtje is hier. Mijn nichtje is hier. Thijs, hallo! En hij filmt alleen maar zijn hoofd. Elke keer als hij doet, hij filmt alleen maar zijn hoofd. Mijn lieve nichtje. Ze is op bezoek. En mijn opa is er ook weer. Yeah. Mijn moeder zit daar. Ik ga een foto maken. Hoi, zeg eens, Sef. Zeg hallo. Hallo. Ik ben opa. Oké, maar heb je nog wat te vertellen? Ja, abonneer. Allemaal. Op mijn kanaal. En op mijn kanaal. Ik ben Peppy Happy. Ga naar mijn blog. Dat is peppersworld.simplesite.com. Hij zet het wel in de beschrijving. Linkje staat in mijn beschrijving. Ja, helemaal top. En het gaat over... Oh, ik wil bloopers delen op Facebook. Niet omdat dat moet. Maar omdat het kan. Wat kan. Ja, tuurlijk. Ik voelde spijbelen. Ja. Ja. Tele 2. Oké, doei. Ja, het is inmiddels 11 uur. Ik heb heel weinig gevlogd vandaag. I'm so, so, so sorry, guys. Het was zoveel wat ik vandaag heb gedaan. Als eerste stage tot 5. Nou, dan ga ik niet filmen. Toen kwam ik thuis. Toen was mijn familie er. En we hebben gewoon een beetje gechilled met mijn familie. En ik heb toen daarna een film gekeken, The Ghost of zo, met Whoopi Goldberg. En zondag, het weekend, heb ik een hele druk weekend. Want zaterdag heb ik mijn meeting en dat wordt super leuk. En dan in de avond heb ik afgesproken met twee vriendinnen die ik al best wel lang niet meer heb gezien. Ooit van 5 of 6 maanden niet meer. Dus altijd tijd om even bij te kletsen. Zondag ga ik met mijn nichtje, mijn tante, mijn moeder, mijn zusje en mijn broer. Mijn broertje. Dus mijn neefje naar de film Fashion Chicks. Daar heb ik in gespeeld. Een klein rolletje als barman. En zeker kijken die film Fashion Chicks nu in de bioscoop. En dan ga ik daarna door naar de meeting van Bibi Breiman. Met Kiara en Shema ga ik daarheen. En de vlogs worden echt super leuk, die twee. Dus dat vind ik wel chill. Ik ga zo meteen die vlog editen. Ik denk niet dat die heel erg lang is geworden. Iets van 4-5 minuten of zo. Maar ik hoop echt dat jullie toch nog een leuke vlog vonden. Om echt naar te kijken. Want ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Dus trouwens, binnenkort ga ik ook een nieuwe serie beginnen op mijn YouTube-kanaal. Jamie's Room Makeover. En dan, dat horen jullie allemaal in die video. Maar dan ga ik voor €30 mijn hele kamer proberen op te knappen. Zeg maar met echt gezelliger te maken. Gewoon de meubels die ik al heb, bewaar ik gewoon. Ik ga dan bijvoorbeeld echt volgende week beginnen de eerste opnames van die serie. En die serie die komt op... zondag in januari, dus iedere zondag een aflevering, zeg maar. Dus ik maak er 5, dus 5 weken lang James Room Makeover. Dus dat. En omdat ik mijn kamer gewoon gezellig wil hebben en nu niet echt heel erg gezellig is,
Dus daar kunnen jullie nog op verwachten. Laat even in de comments weten wat jij ervan vindt. Van mijn Jamie's Room Makeover idee. Bij deze zeg ik dan wel trusten, guys. En ik zie jullie morgen weer al bij de echt... Bij de 16e vlog of zo. Ja, bij de 16e vlog. Dus tot morgen, guys. Doei.